is natuurlijk wat viel. Wat een dag, toen het vannacht regende, dacht ik. Trieste feestdagen. Maar vanochtend geen wolkje aan de hemel. Nutella Abbasvili, ik hou van onze hemels. En de kleine Michel, al een echte gouverneur zie ik. Kille, kille, kille. Vrolijk paasfeest, kleine Michel. Kille, kille, kille. Wat zegt u de man Kasneki? Jurgen gaat eindelijk beginnen met de bouw van een nieuwe paleisvleugel. Heel de voorstad met al die smerige knotten wordt gesloopt om de tuin te vergroten. Dat is goed nieuws, na al die slechte berichten. Nog iets over oorlog hoor, broeder Tjotje? Onze legers trekken zich terug, hoor ik. Och ja, zo van die kleine tegenslagen. Hij hoest! Heb je dat gehoord? Hij hoest! Mag ik u eraan herinneren? Die komen net in het tegen, het lauwe badhuis. Een kleine magie met de temperatuur van een badhuis. Ik kan het onmogelijk met u eens zijn, beste Mika Molatse. Het badwatertemperatuur klopt perfect met wat er in de boeken stond aangegeven. Eerder had op de tocht gelegen vandaag, uwe genade. Ja, maar kijk toch naar hem! Hij ziet er kortig uit! Georgi! Geen reden tot ongerustheid, uwe genade. De badwatertemperatuur een klein beetje warmer en het komt niet meer voor. Ik zal het niet vergeten, beste Mika Molatse. Geen redenen tot ongerustheid, uw genade. Ai. Ik zeg altijd maar, voel ik een steek in mijn leven. 50 stokslagen voor de dokter. We leven nu eenmaal in een verwekelijke tijd. Vroeger was het gewoon kop eraf. Kom, laten we de kerk binnen gaan. Het is waarschijnlijk de tocht hier. Niet voor de dienst, Shalva. De gouverneur is niet voor de dienst. Lastig van de met slechte berichten. Laat je wat eten geven in de keuken, vriend. Zo, hebt u met uw gang niet leren naar de kerk? Er was een gans te weinig bij het paasmaal en toen hebben ze mij gevraagd er een te halen. Ik heb verstand van gans. Een gans? Die moet ik eerst zien, die gans. Met vrouwenbok moet je oppassen. Ik ben alleen maar een gans gaan halen. En wie weet wat zij ze daar gaan halen. Als die geen 15 pond weegt, gevoed met louter mais, dan eet ik de vele op. Een pracht van een gans. Het typertje was weer eens aan de waterkant. Ja, de hoenderhop. Ja, die hoenderhop. Toevallig niet stroomopwaarts bij de wilgen. Ik ga toch alleen naar de wilgen als ik de was moet doen? Juist. Wat juist? Dat juist. Waarom zou ik de was niet doen bij de wilgen? Waarom zou ik de was niet doen bij de wilgen? Die is goed. Ik begrijp meneer de soldaat niet. Wat is dan goed? Er gebeurt iets, maar nog het beste zien valt ook. Meneer de soldaat, bedoel toch niet dat als ik op een maandag mijn teen in het water steek, want meer gebeurt er niet. Siwa Gagaba, je moest je schamen. In bosjes zitten wachten tot iemand op een maandag haar teen in het water steekt. Ja, onmiddellijk. Morgen. Wilt u nu nog
niemand terugkeert. De mannen! Alles naar de derde binnenplaats! Eten voor 5 dagen! Mevrouw is flauwgevallen. We moeten haar de trap afdragen. Ze moet er vandaan. En wij? Wij worden afgeslacht als kippen. Jezus Maria, wat gaat er gebeuren? In de stad zeggen ze vloeit om bloed. Kretspraat. Ze hebben de gouverneur alleen verzocht op een bijeenkomst van de vorsten te verschijnen. Beleefd verzocht. Alles komt weer in orde. Ik heb het uit de beste bron. Thank you.
niet het midden, meer naar rechts. Zo. Wat ik laat doen, beste lieden, laat ik goed doen. Jammer dat ze het kind hebben weggebracht. Dat heb ik hard nodig. Opsporen, door heel Georgië. 1000 piasten voor wie het vindt. Hoort je dat?
gaat Michel. Vooruit. Het is een half weekloop. Met u wil ik net toch wat op de hals gehaald, Michel. Een brokaten mantel voor 1000 piaster. En nergens een piaster voor melk. Jezus Christus, hoe
dingen dat wij het wel tevreden geven, dan hebben ze het mis. Je brengt het morgen naar de pastoren door pasta. Nee.
komt jij vandaan? Ik ben over de Rangatao-pas gekomen. Ik heb haar voor de Hooiberg gevonden. Ze heeft een kind bij zich. Kamme, vast op wat kamme! Dit is mijn vrouw. Ja, er schijnt een soort oproep te zijn geweest. Uw tante had het er nog over, hè, Nico? In de stad is het ook altijd wat. Bij ons niet is alles rustig. Soso, haal het blaar nog niet uit de ogen. Soso, waar zit je? Je hebt het niet. Dat dacht ik al. We moeten iets verzinnen. Het is erg gewoon, weet je. Het is een goede ziel, maar zeer tegenvoelig. Wist je dat ze zich zorgen maakt om je soldaat? Die goede Aniko. Wanneer denk je dat hij terugkomt? Komt voor de lente, zeg ik zo. Maar als het lente is en de sneeuw op de plek begint al te smelten, dan kun je niet meer blijven. Want dan kunnen ze je weer komen zoeken. Hè? Ik zal u zeggen wat we gaan doen. Je hebt een dak boven je hoofd nodig. En aangezien je kind hebt, heb je een man nodig. Anders heb je de mensen te roddelen. Kruisje, ik heb er zo één voor je gevonden.
de broer van Aniko, vlak over de berg. Gaat akkoord voor een kleine vergoeding. Maar ik kan toch niet zomaar met de man trouwen? Ik moet wachten op Simon Gagaba. Natuurlijk, daar heb ik aan gedacht. Met de man nodig op papier. Ah wel, ik heb er zo een gevonden. De broer van Aniko, vlak over de berg, ligt op sterven. Is dat niet formidabel? Hij blaast de laatste adem uit en jij zit op een zoenlijke wereld. Wat zit je daar aan? Ik kan best een papier met stempels gebruiken. Voor Michel. Voor hoeveel doet hij het? 400 piaster. En waar had je die vandaan? Ik heb nog wel opzij hier. Niemand kent ons daar. Ik moet. Ik ga direct dan aan Nico zeggen. Oh, Michel, jij maakt het leven wel heel ingewikkeld. Jezus, Maria, Jozef, Jussef? Dat is een steen door rekening.